Door de bomen glasvezel niet meer zien. Je zal maar in het buitengebied wonen van de gemeente Bergen en jarenlang verstookt zijn van snel internet. En dan ineens, er komt snel internet. En dan moet je gaan kiezen. Zo laten de providers je jarenlang links liggen als buitengebied. En nu ineens ben jij interessant in het buitengebied. Ik ga jou niet vertellen bij wie jij snel internet moet nemen. Ik hoef niet te kiezen. Ik heb snel internet. Ik woon niet in het buitengebied. Maar ik denk wel dat het buitengebied nu moet kiezen. In ieder geval ervoor moet kiezen dat er internet komt. En wie dat gaat aanleggen en welke provider, dat is aan jullie. Maar als het er niet komt, dan denk ik dat het zeker op de lange termijn ten koste gaat van de leefbaarheid in het buitengebied. Want neem van mij aan, de komende jaren gaan we alleen maar meer gebruik maken van internet. We gaan meer data vragen, we gaan meer machines aansluiten op internet. Internet wordt steeds belangrijker, ook in het buitengebied of misschien zelfs in het buitengebied. Dus grijp nu de kans. Nu is de kans. Grijp het aan als buitengebied en zorg dat dat internet er komt. En bij wie? Ik zie door de boom het glasvezel niet meer.